Ik stel voor dat we gaan beginnen, want anders lopen we denk ik te veel uit de tijd. Welkom. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. Welkom bij deze webinar, de Power Purchase Agreement. Een webinar van de Groene Paper. Het is de tweede keer dat we de online editie hebben van de Groene Paper. De Groene Paper heette vroeger de Nationale Dag Duurzaam Hoger Onderwijs. En bestaat eigenlijk al, misschien al 20 jaar, in ieder geval al heel lang. En is heel lang vanuit SURF en RVO opgezet, samen met heel veel onderwijsinstellingen, om te laten zien wat er allemaal voor mooie dingen gebeuren in het onderwijs rondom duurzaamheid. Zowel bij hogescholen als universiteiten als ROC's. En zowel in het onderwijs als in de bedrijfsvoering en onderzoek. En ik vind het super leuk. Nog een vraagje. Kunnen we misschien opnemen ook? Het wordt opgenomen. Het wordt opgenomen. Mooi. Ja. En het is super, super leuk dat we dit jaar weer de Groene Paper kunnen hebben, ook al is het online. Maar online zijn er wel veel meer sessies en is het ook vaak met een mooi publiek. Dus dat is ook hartstikke leuk. Dus super leuk dat je er ook bij bent. We gaan in deze Groene Paper zijn er eigenlijk heel veel sessies. Dus mocht je denken van ik ben hier nu bij, maar ik wil ook nog bij een andere, dat kan. Hè? Dus je kunt bij heel veel verschillende sessies. Ik geloof dat er wel 17 zijn. En vrijdag is ook nog de grote prijsuitreiking van de Sustainable, maar ook van de Research Charles. Zoals een scriptieprijs en ook van de duurzame lector van het jaar. Dus er is genoeg te kiezen. Dus kijk vooral even als je nog meer sessies mee wilt doen. Dan hebben wij natuurlijk een mooi team die dit organiseert. Met een heel aantal partijen, waaronder RVO, Duurzaam MBO, Helicon. Die hosten ook de sessie vrijdag. SURF, Studenten van Morgen, Green. IT. En zo hebben we met heel veel partijen proberen we de Groene Paper tot een groot succes te maken. Om samen te laten zien wat voor mooie dingen gebeuren in het onderwijs rondom duurzaamheid. Ik heb een aantal mededelingen. Dat is dat dit webinar wordt opgenomen. En we gebruiken vrij actief de chat. Dus de meeste van jullie staan op mute. Maar als je wat wil zeggen, zeg het even in de chat. En dan unmute ik je en dan kun je gewoon deelnemen. We willen het graag interactief houden. En als we bij deze hoeveelheid mensen blijven, dan zet ik gewoon ook zo iedereen op unmute, dan kun je meteen meedoen. En als je nou denkt van, hey, ik wil echt interactief meedoen, dat kan. Hè? Dus liefst via de chat, dat kan meteen. En anders, anders zet ik je ook op unmute. Dan de sessie over Power Purchase Agreement. We hebben ons best gedaan om twee hele leuke sprekers te vinden. En dat is gelukt. Het zijn eigenlijk twee sprekers vandaag. Dat is Thijs Meulen van de Technische Universiteit Eindhoven. En Sander Mechtens van de Haagse Hogeschool. Thijs is al heel lang betrokken bij het onderwijs Power Purchase Agreement. En gaat er ook iets meer over vertellen wat het is en wat er is gebeurd. En Sander gaat dan wat meer in over ontwikkelingen die nu spelen bij de Haagse Hogeschool. En dilemma's die hij daarin tegenkomt. Ik stel voor dat we gewoon met de sprekers beginnen en mocht je vragen hebben, stel ze in de chat en dan na de twee sprekers hebben we tijd voor een gesprek en dan zet ik iedereen gewoon op unmute. Is dat oké? Okay. Wil ik graag het woord geven aan Thijs. Ja, dankjewel. Ik ben al voorgesteld, Thijs Meulen, Systeem Innovator Architect Smart Buildings tegenwoordig. Ik ben heel lang energiecoördinator geweest bij de TU Eindhoven. En ook een stukje duurzaamheidscoördinator, maar er zijn nu andere personen naar voren geschoven die dat voor mij over hebben genomen. En ik zit nu meer aan de kant van de ontwikkelingen en mag daar mijn dingen doen. En dit is iets wat we al een tijd geleden hebben gedaan, waar we even op terugkijken. Als je kijkt naar de Power Purchase Agreement, er is ooit een onderzoek geweest. Samen met SURF, Gerard van Westrien, die ook aanwezig is, die kwam met het idee van hoe kunnen we onze ICT-rooms op de universiteit en hogescholen vergroenen. Wat is daarvoor nodig? Die vraag heeft hij neergelegd bij de overlegorganen energie van het HBO, academische ziekenhuizen en van de universiteiten. En daaruit is een werkgroep ontstaan en die heeft dit onderzocht. En daar is ook een rapport van verschenen. Dat heet Stroom, meer groen, echt groen. En ik ga jullie meenemen in dat rapport. En 2 jaar geleden heb ik die presentatie ook mogen geven op de Avans Hogeschool tijdens de NDDHO. En we gaan nu een stukje terugblikken naar het rapport zelf en kijken of dit rapport en of mogelijkerwijs een nieuw initiatief kan starten om dit weer eens keer op de kaart te zetten. Hij mag eentje verder. Nou, eventjes terug, hè. Als je kijkt naar het klimaatakkoord, hè, wat we toen we startten met die projectgroep in 2017 ongeveer, dan was het klimaatakkoord nog niet allemaal bekend, dus dat is later bijgekomen.
En als je naar het klimaatakkoord kijkt en je ziet die vijf tafels, hè, de elektriciteitstafel, mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, industrie, dan zie je heel duidelijk dat de elektriciteitstafel, daar moet het eigenlijk gedaan worden. Die moeten 20,2 megaton kilogram CO2 zien terug te halen. En wij als onderdeel van de gebouwde omgeving is dat natuurlijk een stuk lager. Dus eigenlijk wat ik ermee wil zeggen is, we zijn eigenlijk een beetje allemaal afhankelijk van wat die elektriciteitstafel gaat doen. En daar wil ik jullie even meenemen in een aantal grafieken. Nou, de eerste grafiek die ik jullie wil laten zien is afkomstig van de Klimaat- en Energieverkenning 2019. En die hebben toen aangegeven dat dit het verloop zou zijn in kilogram CO2-uitstoot per kilowattuur. Zoals je kunt zien, zeg maar, is de uitstoot in 2018 nog 0,45. En zou die in 2030 door allerlei groene initiatieven en groene energie, of hernieuwbare opwekking, zou die rond de 0,09 liggen. Als je dat uitzet in een percentage, dan zie je dat 1 kilowattuur in 2018, in 2030, voor 80% gereduceerd is op CO2. Dus dat geeft eigenlijk, is eigenlijk een heel mooi gegeven. Dus als je zeg maar steeds meer gaat elektrificeren, zul je zien dat automatisch je CO2 ook omlaag gaat, vanwege het feit dat de elektriciteitstafel het zo goed doet. Ga je dat in vergelijking trekken met aardgas, dan zie je dat dat gewoon constant blijft. Aardgas heeft gewoon een vaste kilogram CO2 per 1 kub aardgas en dat, ja, dat verandert gewoon niet. Dus ja, daar waar het te halen valt natuurlijk in je klimaatakkoord zit het met het feit dat je van het gas eigenlijk af moet. Maar als je van het gas af gaat, kan je meer elektra verbruiken. En als je meer elektra verbruikt en de CO2-waarde wordt steeds gunstiger, zou dat een heel mooi effect kunnen hebben op het geheel. En dat zou je kunnen doorrekenen. Wat er nu het geval is, we zijn nu, de MIA3 die is gestopt zeg maar op 31-12-2020. Er is nu een nieuwe convenant in de maak. En heel raar is, in die nieuwe concepttekst van die nieuwe convenant eigenlijk, daar hebben ze dit heel goed gezien, dat het inderdaad zo werkt zoals ik net heb uitgelegd. Maar dan zijn ze er ook achter gekomen, ja, dit geeft een afwachtende houding, want als we niks doen, dan gaan we toch 80% CO2 besparen op het elektriciteitsverbruik. Als dat elektriciteitsverbruik constant blijft. Dus wat ze nu gekeken hebben is van, moeten we dan toch niet teruggaan naar, naar de energiebesparingen. Alleen, ik vraag me dan af of we dat ooit gaan halen. En ja, dat is voor mij een vraag. En ik weet niet hoe we dat moeten gaan uitpakken, maar dat zullen we zien in het vervolg van hoe die convenant tot stand komt. Maar ik blijf erbij van iets wat volgens mij heel erg moet gaan helpen is gewoon, we moeten die elektriciteitstafel heel goed gaan helpen en we moeten in ieder geval zorgen dat we die 20,2 megaton zo snel mogelijk terugbrengen. En ik denk ook dat hogescholen en universiteiten en ook wel mbo een rol kunnen gaan spelen om dat in ieder geval te versnellen. En dat versnellen dat zou kunnen gaan gebeuren met het inkoop van bijvoorbeeld groene energie. En nu schakel ik een stukje terug naar het rapport wat destijds geschreven is en dan ga ik jullie daarin meenemen. Als we kijken, het zijn even cijfers van 2018, ik heb ze niet geüpdate naar nu, want het jaar 2020 is natuurlijk niet het juiste jaar om te updaten in verband met het hele corona-verhaal. Maar als je kijkt naar de verdeling elektraverbruik HO-sector, dan zag je dat bij universiteiten, hogescholen en academische ziekenhuizen ongeveer 890 gigawattuur gebruikt wordt. Als je die 890 gigawattuur zeg maar compleet gaat vergroenen, dan heb je daar 890.000 garanties van oorsprong voor nodig. En als je dan gaat kijken wat de kosten ongeveer zullen zijn, dan zul je ongeveer uitkomen op een kleine miljoen euro, misschien wel 2 miljoen euro, afhankelijk van de GVO's die je aanschaft. Nou, we hebben destijds gekeken, nou, dat is heel veel geld. En als we dat geld stoppen in de GVO's die er zijn van bestaande installaties, dan is dat eigenlijk heel erg zonde, want dan krijg je geen additionele capaciteit door. En dat was eigenlijk ook een beetje het uitgangspunt van hoe kunnen we nu additionele capaciteit creëren met de onderwijsinstellingen. Op het plaatje wat je nu ziet, dan kun je zien van destijds wie wat vergroend heeft en hoe vergroend heeft. Je ziet met name dat universiteiten met name in wind vergroend hebben, een klein stukje biomassa. Maar je ziet ook nog een aantal sectoren die vergroenen in waterkracht. En dat zijn waterkrachtcentrales die al jaren dienst doen en ja, daar gaat niks mee gebeuren en er komt geen waterkrachtcentrale bij. Dus eigenlijk wat je ziet is, we vergroenen met name in bestaande hernieuwbare energie dingen die ja, niks toedragen aan het geheel. En dat was ook een beetje het uitgangspunt van hoe kunnen we als onderwijsinstelling daar iets aan doen en hoe zouden we op een innovatieve manier daarmee kunnen omgaan. De volgende. Nou, in het rapport, we hebben destijds ook een enquête gehouden naar alle HO-sectoren.
En met name uit die enquête kwam het volgende. We willen het liefst allemaal energie-neutraal zijn in 2030. We willen het reduceren van het gasverbruik. We willen koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Kleiner worden van fossiel, noem het maar op. Dat is hetgeen wat we destijds hebben opgehaald in het geheel. En dat was eigenlijk nog voordat het klimaatakkoord tot stand kwam. Ja. Nou, we hebben toen gekeken van, is er dan collectief iets mogelijk om te doen, zodat we sneller kunnen CO2 kunnen reduceren en sneller van de fossiele energie af kunnen komen. Maar er zijn een vijftal opties zijn er destijds benoemd. En de eerste optie was het beschikbaar stellen van kapitaal voor extra duurzame opwekkracht. Maar dat is een optie die niet uitvoerbaar is, want we willen eigenlijk, het geld moet gewoon gaan naar onderwijs, hè, want daar doen we het voor. We moeten dat niet gaan stoppen in dit soort zaken. Het beschikbaar stellen van dak- en grondposities, dat levert bijna niks op. Hè. Als je kijkt naar TU Eindhoven en zouden we alle daken gebruiken, dan hebben we nog maar 5% gereduceerd op ons totale energieverbruik. Collectief inkoop van losse GVO's afkomstig van duurzame opwekcapaciteit had ook totaal geen mogelijkheid en was ook niet slim om te doen. En eigenlijk bleven er toen twee dingen over die we nader hebben onderzocht. En dat is het vormen van een inkoopcollectief of het vormen van een consortium en die uiteindelijk doorgaat naar een PPA-constructie. Ja. Nou, kijken wij naar de huidige manier van inkopen. Nu praat ik over 2018. Hè. Misschien is dat nu wel iets verbeterd ten opzichte van toen. In 2018 was het echt zo van de meeste hogescholen kochten gewoon grijze stroom in. En die gingen dat achteraf vergroenen met die garantie van oorsprong. Eén klikje. En er waren nog een aantal hogescholen, zeg maar, die ook behoorlijk wat duurzame energie opwekten. Kijk naar Wageningen bijvoorbeeld met hun windmolens. En die leverden ook weer GVO's aan naar CertiQ en die konden ook de stroom terugleveren naar de elektriciteitsleverancier. Dus dit was eigenlijk op dat moment de manier zoals we destijds energie inkochten. Nu is dat natuurlijk al een stukje veranderd, hè. We zijn dus allemaal een beetje slimmer geworden. Maar dit was zeg maar anno 2018. Nou, we hadden dus de vraag van ja, hoe kunnen we een bijdrage aan de snelle transitie leveren? Daar ging het dus om. En daar bleven die optie 4 en die optie 5 bleven daar over. En een inkoopcollectief wat we eigenlijk al kenden en wat we zagen dat enigszins werkte, was dat van de NS. De NS, zeg maar, die heeft een langdurig contract afgesloten met Eneco. En die hebben in het contract opgenomen dat er additionele capaciteit gebouwd moet gaan worden om te voldoen aan hun nieuwe energiecontract. Dat is eigenlijk de optie 4 die we daar naar moeten kijken. En een optie 5, dat was een vorm van een consortium en het afsluiten van een langjarige overeenkomst met een leverancier van duurzame elektriciteit. Nou, we zien daar een PPA-constructie, waar ik daar op terugkom, van destijds, die gesloten werd tussen Philips, Google, AkzoNobel en DSM. We hebben daar ook gesprekken mee gehad destijds. En nou ja, goed, Akzo was bereid, dat deed tegenwoordig Nouion, om ons te helpen om te kijken hoe we zo'n PPA-constructie voor elkaar zouden krijgen. Maar goed, daar kom ik vandaag ook even terug. Ik wil eerst even optie 4 verder uitleggen. Nou, kijken naar optie 4, hè, dan ben je heel sterk nog afhankelijk van de leverancier. Dus je gaat een Europese aanbesteding aan. In die Europese aanbesteding vraag je bijvoorbeeld van, nou, de elektriciteit die ik ga inkopen, wil ik wel hebben dat je uiteindelijk windmolens voor gaat bouwen. En ik wil na 5 jaar bijvoorbeeld zien dat ook daadwerkelijk een windmolen gerealiseerd is, waar ik de garantie van oorsprong van afneem. En dat is via dit collectief inkoopmodel is dat in ieder geval mogelijk. Je moet wel voldoende vermogen hebben of voldoende verbruik hebben om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet dat de Universiteit van Nijmegen heeft dat op deze manier gedaan. TU Delft heeft dat op deze manier gedaan en ook Schiphol. Dan kijken we naar de voor- en de nadelen van zo'n collectief inkoopmodel. Dan, het grootste voordeel is dat je hebt geen investering nodig door afnemer. Hè. En je hebt een indirecte bijdrage aan nieuwe opwekcapaciteit, mits je dat natuurlijk goed uitvraagt. Een nadeel was destijds, en misschien is dat nu nog steeds, of misschien nog wel erger geworden, dat er een beperkt aantal energieleveranciers in Nederland waren die dat konden. Ook de kredietwaardigheid van leveranciers is onder druk, dus dat maakt het ook wel een stukje moeilijk. De discussie over de additionaliteit bleef toch wel gelden van, wil een energieleverancier daadwerkelijk wel die windmolens voor je neerzetten of spreek je het met ze af en uiteindelijk doen ze het dan toch niet, want er zijn weer redenen voor om dat dan weer niet te doen. De match van GVO's op jaarbasis bleef ook wel een moeilijk ding. En de toekomstbestendigheid van de GVO's zelf. Ja.
Dus optie 5, hè, dat was het consortiummodel met een PPA-constructie. In het kort gezegd, zeg maar, een power purchase agreement is een stroomafnameovereenkomst met een partij die hernieuwbare energie levert. Dus je gaat direct een contract aan met een hernieuwbare energieproducent en dat kan zijn een windmolenleverancier. We kunnen dat op de volgende pagina, zal ik het uitleggen hoe dat we dat toen destijds bedacht hadden. Nou, wat we destijds bedacht hadden was dit model. We wilden een aantal leden in dat consortium stoppen. En wat je met het consortium dan gaat doen is 3 Europese aanbestedingen starten. Ja. 2 klikken, nog een klik. Nog eentje. Nog eentje. Dus je start in principe 3 Europese aanbestedingen. Eentje ga je doen om een PPA-leverancier te zoeken. Dan heb je een balanced response party nodig, die ervoor zorgt dat je altijd stroom blijft krijgen. En je zult een contract moeten afsluiten met de leverancier. Uiteindelijk gaat die PPA die gaat stroom leveren via een windmolenpark of via een grote biomassacentrale of een zonneweide. En die balanced response party die gaat die stroom doorleveren naar het consortium toe. Dat is de volgende klik. Maar omdat die stroom, zeg maar, die je van zo'n PPA-constructie afhaalt, niet constant is, heb je toch die energieleverancier nodig die dan vervolgens stroom levert aan die balanced response party. En die balanced response party levert dan weer een constante stroom naar het consortium toe. Nog 2 klikken of 1 klik. Nog eentje. En op die manier is het dan helemaal rond. Dus je hebt toch een leverancier nodig. Je hebt een purchase power agreement heb je nodig met mogelijk meerdere leveranciers. En je zult een balanced response party altijd nodig hebben om ervoor te zorgen dat je altijd stroom hebt en krijgt. Als je kijkt naar de laatste die ik weet dat er is. Ik heb vanmorgen nog even gegoogeld. En ik zag dat het consortium Heineken, Philips, Nourion en Signify op dit moment een nieuw windmolenpark aan het realiseren is in Finland. En dat heeft te maken met dat ze veel Europese vestigingen hebben. Vandaar dat Finland gekozen is. Ze doen dat samen met een Franse producent die hernieuwbare energie levert, Nion. En ze zijn daar 35 windmolens aan plaatsen die gezamenlijk 330 gigawattuur moeten gaan opleveren. Als je kijkt naar wat wij straks hadden staan voor de universiteiten, hogescholen, academische ziekenhuizen, zaten we op 890 gigawattuur. Dus ja, we zouden best wel een consortium kunnen starten met een aantal partijen. Destijds hebben we ook gekeken dat je eigenlijk minimaal 150 gigawattuur nodig hebt om daadwerkelijk een consortium te kunnen starten. Volgende. Nou, stand van zaken. Het project loopt al een hele tijd. We hebben er echt 2 jaar keihard aan getrokken. Uiteindelijk zijn we een beetje de mist ingegaan bij de vastgoedhoofden van de universiteiten. We hadden een hele mooie inventarisatie gemaakt van de huidige inkoop. We hebben de drempels compleet weggewerkt destijds voor de Europese aanbesteding, met dank aan SURF. Dat was allemaal heel rooskleurig. We konden eigenlijk ook wel commitment ophalen om 150 gigawatt te zoeken. Alleen destijds hebben we toen met de VSNU aan tafel gezeten en ook vertegenwoordigers van universiteiten, met name vastgoedvertegenwoordigers. En die zagen het toen op dat moment niet zitten dat wij als universiteiten gingen optreden als energieleverancier. Dus dat heeft eigenlijk roet in het eten gegooid en ja, zover zijn we nu. En toen kwam ik in ieder geval, werd ik gebeld of ik dit verhaal nog een keer wilde uitleggen. En ik weet dat ook Frank Hartkamp zich altijd hard heeft gemaakt voor de zaak om dat toch een stap verder te brengen. En ik zou dat ook heel graag willen, maar ik weet niet hoe we dat nu verder moeten gaan uitwerken. En ik hoop dat Sander daar meer over kan vertellen. Sander Mertens van de Haagse Hogeschool. Ja, allicht Thijs, dankjewel. Interessant om te horen. Ja. Ik kende deze hele voorgeschiedenis ook niet precies. Mm-hmm. Dus ik vind het heel interessant om te horen. Ik ben lector aan de Haagse Hogeschool en lector energietransitie. En mag ik helpen, Sander? Want ik stond per ongeluk op mute, sorry. Dankjewel allereerst Thijs voor het heldere verhaal. En ik denk dat een van de kernen die ik eruit haal is dat het eigenlijk heel mooi is om echt gezamenlijk te gaan inkopen via een PPA, omdat je power purchase agreement, omdat je dan echt nieuwe energie toevoegt aan het geheel wat er anders niet zou zijn. Dus dat is denk ik de kern. Voordat ik Sander het woord geef,
Tessa, is er iemand in de chat met een mooie vraag? Nee, er zijn nog geen vragen binnengekomen. Nee. Oké, dus mocht je een vraag hebben, zet het even in de chat, want ik geef af en toe Tessa het woord. Want Tessa is onze chatmoderator om te kijken of er mooie chats zijn. Maar dat is, ik vond het in ieder geval een heel duidelijk verhaal, Thijs, waarbij je aangeeft van wat er kan en wat er is gebeurd en waar het staat. En ik ben zelf overigens Antoine Heideveld, de directeur van het Groene Brein, was me nog vergeten voor te stellen. En ik kom daardoor ook wel op heel veel verschillende plekken, bij veel universiteiten, hogescholen, bij veel hoogleraren, lectoren, PhD's en ook bij veel bedrijven. En nou ben ik een tijdje terug Sander Mertens tegengekomen als iemand die ongelooflijk veel doet in de energietransitie en daar ook altijd heel vernieuwend in staat. Veel onderzoek doet ook met studenten en onderzoekers. En ik dacht, ik ga gewoon Sander vragen of hij hier ook een mening over heeft en misschien ook wat kan vertellen over de ontwikkelingen bij de Haagse Hogeschool en hoe jij daarin staat. Dus Sander, wil jij vanaf hier een stokje overnemen, even kijken wat er in jouw beeld gebeurt en wat dilemma's die jij ziet. Dan ga ik het weer delen. Ja. Dankjewel Antoine. Ik dacht dat ik al meteen van wal kon steken, maar ik ben lector energietransitie aan de Haagse Hogeschool. En in die zin ook betrokken bij onze campusrenovatie waar we mee aan de gang gaan, van de Haagse campus. En ik ben tevens van ons kenniscentrum ben ik directeur en daar focussen we op meerdere disciplines samen. En ik zelf zit op het gebied van zeg maar techniek en economie in de energietransitie. Maar ja, om het geheel rond te krijgen, om uiteindelijk een transitie voor elkaar te krijgen, moet je naar meer zaken gaan kijken. Bijvoorbeeld ook naar een stuk draagvlak en naar de economie. En dat doen we samen met andere lectoren. En dan proberen we daar zeg maar een balans in te vinden. Een balans tussen een stukje economie, business case, een stuk draagvlak. En de juiste technieken daarvoor. Dat hele proces, daar is ook een lector voor. En die kijkt hoe we dat proces om die balans te vinden nou kunnen doen. Heel lastig stuk ook. Zoals gezegd zijn we dus ook betrokken bij de renovatie van onze campus, de Haagse campus. Bouw dat staat inmiddels alweer een jaar of 20 nu. En dat wordt hoog tijd dat we dat gaan renoveren. Dat is wat verouderd. Daar zijn we nu mee bezig. En ik heb begrepen dat we ook aan de slag gaan met een Power Purchase Agreement. Die is gisteren getekend door ons college van bestuur. En daarin gaan we van 22 tot en met 25 met wat optiejaren aan de slag met zo'n Power Purchase Agreement. Dat doen we als HBO, heb ik begrepen. Daar zit bijvoorbeeld Hogeschool Rotterdam in, de Haagse Hogeschool, Fontys, Saxion, Breda en de Hanse Hogeschool. Dus vers van de pers eigenlijk gisteren getekend. En dat is een mooie initiatief, lijkt het mij zo op het eerste blik. Het is Nederlandse zon en wind. En dat vind ik al een hele goede stap in de richting. En dan praten we over pakweg 10 eurocent per kilowattuur. Nou, mooie levering hebben we daar afgesproken. Lijkt mij een prachtige deal. Hè? Nederlandse zon en wind vind ik belangrijk. Niet alleen maar handel in certificaten, daar ziet je soms niet zoveel mee op. Ik weet niet precies wat de achtergronden hier nog van zijn. Ik kijk er ook graag samen met jou naar, Thijs. Maar ik vind ook wel dat er wat gevolgen zijn nu voor deze Power Purchase Agreement. En wat speelt namelijk een rol voor die 10 eurocent per kilowattuur? Je ziet dus eigenlijk nergens, de volgende sheet inderdaad, dat er eigenlijk zonnepanelen geplaatst worden op zo'n gebouw. Verbaast ons, en we krijgen ook opmerkingen van alle studenten natuurlijk, hè? Maar we zijn helemaal niet duurzaam, dat is dan wat ze denken, hè? Onafhankelijk van wat we inkopen. Ze zien het nergens terug. Het is toch ook wel belangrijk om het te zien, dat is een stuk. Maar ook, denk ik, dat je lokaal toch zorgt voor zoveel mogelijk evenwicht, hè? Dat je niet met die energie heen en weer gaat slepen, dat kom ik zo op. Als je nu kijkt naar die 10 eurocent per kilowattuur, nou dan hebben we pak een beet misschien zo'n 2 cent verschil met
wat een zonnepaneel uiteindelijk voor kosten levert. Ja, met dat soort, noem het even, terugverdientijden van 70 jaar of zoiets, ga je inderdaad geen zonnepaneel meer plaatsen als instantie. Dus dat zie je ook niet. Facilitaire zaken, die gaat zichzelf natuurlijk ergens anders op inzetten. Een raam moet hogere isolatiewaarde krijgen. Of er moet ergens anders een renovatie gebeuren. En dat zet dan eigenlijk meer zoden aan de dijk dan dat je lokaal ook zonnepanelen gaat plaatsen. Ja, dat geeft tevens natuurlijk een stukje onbalans. Hè? In feite de grote hoeveelheden windenergie die gaan van offshore komen. Het westen. Ja, die halen we eigenlijk uit het westen. Die energie. En die hebben we in de winter nodig. Dan doen windmolens een grote energielevering. En in de zomer halen we die energie van zonnepanelen. En die staan weer in het oosten van het land, omdat daar de meeste ruimte is voor grote zonneparken. Dus we lopen best nog heen en weer te slepen met energie. En nou ja, veroorzaken daar wel wat gevolgen natuurlijk. Dat vind ik wel een aandachtspunt. Het is wel zo dat we lokaal ook warmte-koude opslag hebben. Daar gaan we zeker ook op inzetten om een stukje de balans op te zoeken en toch zoveel mogelijk te voorkomen dat we grote pieken hebben waarmee we het elektriciteitsnet belasten en waarmee we ook weer maatschappelijke kosten gaan veroorzaken. Dus ja, ik dacht er eigenlijk over na. Ik vind dat eigenlijk iets wat aandacht nodig heeft. Hoe krijgen we nou toch zoveel mogelijk dat ook met zo'n power purchase agreement, dat we zoveel mogelijk lokaal het evenwicht gaan opzoeken, toch. En proberen, zeg maar, het heen en weer gesleept met energie, ja, op gemiddeldes af te stemmen, hè, met een stukje opslag misschien lokaal. Een postcode roos regeling, hè, om misschien toch voor elkaar te krijgen dat we wat zonnepanelen op de daken gaan plaatsen, die anderen dan misschien gaan benutten. Kunnen we dit niet gaan faciliteren, ook op een stukje warmte-koude opslag, dat hoort bij zeg maar dit soort overeenkomsten. Ja, dat je daarmee lokaal ook evenwicht gaat maken. Lijkt me een interessante voor een volgende power purchase agreement wellicht. Ik hoor graag wat iedereen ervan denkt. Oké, dankjewel Sander, heel mooi verhaal. Helder. En eigenlijk als ik twee verhalen samenvoeg, dan is er een aantal jaar geleden heel veel voorwerk gedaan over wat is eigenlijk een power purchase agreement, wat zou je daarmee kunnen, wat zijn de voordelen en de nadelen. En zonder dat de initiatiefnemer van het onderzoek toen het wist, zijn dus een aantal hogescholen er denk ik mee verder gegaan en hebben dat gewoon vormgegeven. Waarbij jij wel aangeeft dat je niet alle details daarvan net gehoord kent. Maar dat is wel een heel interessant. Interessante gegevens. Dus ik wou voordat we verder gaan met vragen even naar Thijs om kort te reageren op wat Sander heeft gezegd. Ja, mooi dat er zoiets ontstaan is natuurlijk vanuit de hogescholen. Ik vraag me af of het een echte PPA is, maar goed, het zal dus wel. Maar dit soort vormen ken ik niet, omdat hetgene wat ik ken is waar je minimaal met 150 gigawattuur moet instappen. Ik weet niet of je dat bij elkaar krijgt met zoveel hogescholen. Hoogstwaarschijnlijk zal dat misschien best wel kunnen. Maar ik ben wel blij met het initiatief. Dat zeker dat het verder opgepakt is met een aantal partijen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. En of wij als andere hogescholen en universiteiten er iets van kunnen leren. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. Ik weet destijds hebben we ook heel wat. Ook nog iets wat ik vergeten te vertellen ben, is allocatie. Het kabinet gaf destijds aan in. Dat het kabinet wilde stoppen met het allokeren van energie per 1-1-2020. Ik weet dat dat niet hard is gemaakt. Dus ik weet niet hoe het nou verder gaat met allocatie. Want ja, dat betekent natuurlijk als je een windmolen hebt ergens, dan mag je hem niet alle keer naar je eigen organisatie toe. En ik weet niet hoe dat er nu mee staat. Ik heb ook daar gisteren en vanmorgen even naar gezocht. Maar daar staat wel iets van, er komt een allocatie 2.0. Maar de inhoud is nog steeds niet bekend van hoe en wat. Dus ook dat zal ermee te maken hebben hoe makkelijk het is om een PPA op te zetten, ja of nee. Ja, het lijkt mij goed. Ik zou dat graag willen om er samen eens naar te kijken, naar deze PPA. Mm-hmm. En of dat inderdaad precies zo'n PPA is. En misschien ook, ja, hoe krijgen we nou toch dat we zoveel mogelijk voorkomen dat we heen en weer lopen te slepen met energie in piekmomenten. En daarmee het elektriciteitsnet belasten en in feite ook wat maatschappelijke kosten veroorzaken. Ja.
Dat is de focus van mijn lectoraat. En er zijn allerlei mogelijkheden voor om dat wat te voorkomen. Dat gaat wel in de papieren lopen ook, hè? Ja. Maar wat ik, dus het eerste actiepunt wat ik hier uithaal is dat we met Thijs en Sander en misschien Frank, wil jij erbij zijn en misschien ook nog andere mensen eens kijken van wat is er nou gebeurd? Hoe kunnen we dit nog groter maken? En is het inderdaad echt een PPA-constructie? En wat kunnen we daarvan leren voor anderen? Dat lijkt me wel heel mooi om op te pakken, want dan is het in ieder geval een heel mooi resultaat waar Frank als mede-initiator van deze workshop ook op uit was, volgens mij. We hebben nog ruim een kwartier of ongeveer een kwartier voor het gesprek. Ik heb net bij iedereen de demping opgeheven, dus iedereen kan gewoon zelf nu je op een mute zetten. En dan kun je wat zeggen, want ik zag dat er nog niks... Of is er wat in de chat, Tessa? Nee. Wie mag ik dan het woord geven met een leuke vraag? Misschien Frank als eerste, een aftrap. Ik wou wel even reageren. Ik vond het heel leuk om te horen van Sander. En heel interessant. En dat moeten we even uitzoeken. Ook om te kijken hoe dat past bijvoorbeeld in de nieuwe convenant voor de dienstensectoren. In past. Dus ik zal dat even gaan informeren. Oké, mooi. Ja. En Dick, je had de vraag? Je staat nog op... ik versta in ieder geval niet. Je staat wel op unmute, maar... Horen jullie, Dick? Nee, ik hoor ook niet. Want je staat wel op unmute, dus we zouden je moeten horen, maar ik hoor je niet. Even kijken hoor. Ik kan jou ook... Ja, het is wat. Nee. Anders zet je hem in de chat, je punt of je vraag, Dick. De chat zit rechts onderaan, dat rondje met zo'n... je ziet hem, ja. Iemand anders een vraag? Misschien, ik ben ook wel benieuwd, Rob de Vriend zie ik ook aanwezig van het MBO. Zijn jullie hier ook mee bezig of betrokken? Of, Nee, helaas. Onze inkoper kwam trots vertellen dat hij certificaat had gekocht en dat we dus 100% duurzamere stroom inkopen. Maar ik weet hoe iedereen erover denkt en dat het toch niet helemaal de weg is. We hebben wel 900 zonnepanelen gelegd en volgens mij is dat best wel profitable. Ik zou dat voor iedereen aanraden om in ieder geval het goede voorbeeld te geven en de daken vol te leggen. Maar ik zou ook willen aanraden om het MBO, de MBO-raad, die hebben een centrale inkoop voor energie. Dat gaat over enorme hoeveelheden om toch eens contact met die jongens op te nemen. Om te kijken of we het volume kunnen vergroten en of we niet gezamenlijk slim kunnen inkopen. En een paar windmolens neer kunnen zetten. Ja, dus, als iemand een mooie plek weet. Ja, want dat interessant is in het MBO, daar hebben ze dus de inkoop van een aantal dingen zoals energie hebben ze centraal geregeld bij de... bij de commerciële tak van de MBO-raad, of commercieel, maar in ieder geval de, noem het maar even de commerciële tak. Weet niet of dat zo mag, maar goed. Maar dat is denk ik, en dat hebben hogescholen en universiteiten hebben dat volgens mij niet, hè, want daar ligt er nog steeds het mandaat bij de universiteiten en hogescholen. Maar het is wel interessant om eens de samenwerking te zoeken. Ja. Weet jij wie we daarvoor moeten hebben, Rob? Ja, onze inkoper, Erik van Dijk. Erik van Dijk. Die heb ik ook uitgenodigd, maar helaas kan die schijnbaar niet op dit moment. Maar is die ook degene bij de MBO-raad en diensten die dat doet? Ja. Erik koopt in voor vele MBO's. Oké. Kunnen wij die gewoon mailen, Sander en Thijs Frank, als we toch een gesprek gaan organiseren, om dan meteen Erik van Dijk erbij te vragen? En Erik van Dijk, die is van welke MBO is die? Koning Willemijn College. Hij is van Koning Willemijn. Ik ga hij is een mail in de chat zetten. Dat vindt hij erg goed. Maar hij is degene die voor het, want MBO-raad heeft MBO-diensten, dat is waar ik net aan zocht. En die doen de inkoop van energie voor alle ROC's. En daar is Erik dus degene die dat doet. Dus dan hebben we al een hele mooie afspraak zou staan met vier mensen om eens over door te praten. Ik wil wel aanbieden om daar een uitvraagmailtje van te doen. Dick, doet jouw geluid het inmiddels? Nee. Ook interessant om te vragen, Anton, is TU Delft of Universiteit van Nijmegen, die een optie 4 hebben uitgezet, hoe dat is gegaan. Die lopen nu inmiddels een jaar of 5, dus ik ben benieuwd hoe dat het is met hun. En is iemand hier aanwezig die dat weet?
Deze wat ik weet is dat die GVO's die hun nu in die uitbesteding hebben zitten veel te duur zijn. Dat is het enige wat ik weet. Maar ja, goed, ze konden natuurlijk van tevoren ook niet in de glazen bol kijken. Kijk maar, als je kijkt naar een jaar of drie geleden, toen kostte de GVO's Nederlandse Winterstaat ongeveer 110 euro. En die zijn nu nog geen 3 euro meer. Dus dat is gewoon die hele markt is een beetje in elkaar gestort. Ik weet niet hoe dat nu met hun dan afloopt met lange, dure aanbesteding. Of langdurige contracten. Dat geldt voor de NS natuurlijk ook. Maar dat is zeg maar zo'n contract als NS heeft met Eneco. Dus dat is dan één contract die je maakt met tussen één partij als afnemer en één partij als leverancier. En dat is dus anders dan zo'n PPA, hè? PPA. Ja. Maar eigenlijk proef ik wel uit dat er dus veel ontwikkelingen zijn, met name ook door het consortium van een aantal hogescholen. Ik hoor ook dat de MBO-raad hier mogelijk wel interesse in heeft om te kijken, zouden we daar ook bij kunnen. Dus het lijkt mij superleuk om daar gewoon een meetingje over te hebben met deze mensen. En Frank, leuk als jij erbij kan zijn, ook vanuit de RVO. Dus dat is denk ik een hele concrete uitkomst van deze sessie. Heeft iemand nog een punt, vraag, aandacht, opmerking? Misschien Gerard, leuk om te reageren vanuit, jij bent de initiator van dit geheel een aantal jaar geleden. Misschien wil jij er nog wijze woorden aan wijden. Nou ja, wijze woorden. In ieder geval leuk om te zien dat, dat het doorgaat. Soms inderdaad op heel andere manieren dan je van tevoren had gedacht of verwacht. Waar ik nog wel geïnteresseerd in ben, is ook of jullie dan ook meenemen wat Thijs zei, dat de vastgoedvertegenwoordigers bij de instellingen er 2 jaar geleden op tegen waren. Wellicht zijn daar inmiddels veranderingen of andere visies, of zou je het hoger moeten insteken bestuurlijk gezien. Om daar overheen te gaan en te zorgen dat het dan toch ook binnen de universiteiten en hogescholen tot stand komt. Ja, dat is een goeie, ja. Ja, dat is, kijk, de HBO-raad en MBO-raad, ik weet de HBO-raad is heel goed vertegenwoordigd, maar de VSNU, die het voor de universiteiten zou moeten doen, die is, vind ik, heel mager vertegenwoordigd. En daar zijn zelfs vastgoedhoofden, die zijn als vertegenwoordiger vanuit de VSNU aangewezen. Ja, dat is eigenlijk geen goede ontwikkeling. Dus ik denk dat de HBO-raad en deze en de MBO-raad veel meer kunnen betekenen als de VSNU. Dus... Ja, VSNU is natuurlijk toch altijd een beetje, het zijn 13 kikkers in een kruiwagen. En wellicht is het dan goed om te kijken of je bij individuele instellingen toch een paar mee kan krijgen. En daar even los van de VSNU komt. Maar goed, dat is wat ik nu met jaren afstand zo kan opmerken. Wat ik wel leuk vind van de ontwikkeling die Sander schetste, is dat de aanpak van Thijs en dat onderzoek wat er is geweest, is natuurlijk voor iedereen met elkaar. En eigenlijk zie je nu een groep koplopers die zeggen van nee, maar wij willen dat wel met elkaar gewoon gaan doen. En als daar een partij als de MBO-diensten bij aan kan sluiten, is dat natuurlijk super, want dan maak je plotseling veel groter volume. Dan is het voor een universiteit ook makkelijk om te zeggen, ik sluit aan, maar dat hoeft dan niet per se via de VSNU. Maar ik denk dat we het strategische ook wel inderdaad heel goed in grip moeten krijgen van hoe gaan we precies welke partijen benaderen. Doen we dat via de koepels, doen we dat individueel, doen we dat via de gebouwbeheerders of de vastgoedbeheerders, zeg maar, of via de college van bestuur. Ik denk dat dat wel een onderwerp van gesprek is, waar ook in Nederland best wel veel expertise over is, overigens. Ja. Maar dat is wel een belangrijke vraag, van hoe gaan we hiermee verder. Maar wat ik leuk vind om te zien, is dat er gewoon al dingen gebeuren, die heel erg in de richting zitten waar Thijs eigenlijk voor heeft gepleit. En dan is het wel weer mooi om ook de combinatie te leggen met wat Rob zei, is dat als er op de Haagse Hogeschool geen zonnepanelen liggen en op Koningin Willem 1 college wel, dan kom ik wel vaak. Dat is super om te zien wat daar allemaal gebeurt. Dat is leuk om een keer heen te gaan in een bos. Dat is heel inspirerend en je merkt ook dat studenten zijn er vaak bij betrokken bij het neerleggen van dat soort dingen. En je ziet ook dat het daardoor ook wel bruist in de school. En daar kun je dan misschien weer van leren van ja, dan hebben we wel een PPA in de Haagse Hogeschool, maar hoe krijgen we dan die zonnepanelen? Nou dan... En weet misschien een andere instelling daar weer veel van. Dus dat is wel leuk om op die manier dat netwerk te gaan bekijken. Ja, het is wel een dilemma natuurlijk toch ook voor facilitaire zaken. Hè? Want ja, ze kunnen geld maar één keer uitgeven. Dus ze willen best een paar zonnepanelen neerleggen. Maar dat blijft dan een beetje window dressing. Want ze kunnen hun geld ook ergens anders aan besteden. En dat heeft misschien veel meer nut als je dat doet. Hè? Omdat je daar een stuk isolatie mee voor elkaar krijgt. Ik noem of Sander, je doet het via een ESCO-constructie. Hè? Dat hebben we als TU gedaan. We hebben...
1000 panelen liggen, zeg maar, die niet van ons zijn. Ja. We hebben 15 jaar lange dakken hebben weggegeven aan een partij die onze stroom levert. Ja, dat zijn dingen die je moet willen. Hè. Is de organisatie daar rijp voor om dit soort dingen te willen doen? Of weet je zeker dat je 15 jaar dat gebouw blijft bouwen? Dat zijn allemaal onzekerheden die je hebt, die je wel zeker moet kunnen maken. Ja, ik merk vaak dat er wel een bredere discussie achter zit. Want ik zit zelf ook bij een aantal basisscholen die dat wel ook doen. Die hebben ook een constructie dat ze ook voor 10 jaar, 15 jaar hebben vrijgegeven. En van de buren dan energie kopen. En zonder planeten, dat doen zij voor de duurzame energie, maar ook voor het contact met de omwonenden. Ja. En ook voor draagvlak van niet alleen precies met de leerlingen, maar ook van kijk eens wat, we zijn ook samen onderdeel van de buurt en we doen dat samen. Dat is een heel andere agenda. Ja. Maar die raakt dan wel, en dat is wel interessant om het ook op die manier te trekken. Ik zie dat de basisschool in mijn buurt, die doet dat daarom. En om de ouders erbij te betrekken, want dat is gewoon interessant in de buurt. En dan kan je ook makkelijker een keer een eindejaarsfeest organiseren waar wat geluidsoverlast is. Of je precies het punt ook wat we als Mission Zero willen maken, Antoine. Want we willen dat, hè, in Mission Zero doen we het ook met een lector die op het draagvlak onderzoek doet. En we willen die buurt er inderdaad bij betrekken. Omdat die hebben anders alleen maar last van de hogeschool daar. Hè, geluid of visueel. We willen ze erbij betrekken en zorgen dat ze ook plezier ervan hebben dat we daar zitten. Ja. Oké. Onze vrouw was 30 jaar oud en toen moest het dak gerenoveerd worden. En dat was het moment om die zonnepanelen erop te leggen. Moet ik naar het natuurlijk moment kijken. En inderdaad zou ik het liefst een kabeltje leggen stiekem naar de flats die tegenover ons liggen. En zodat niemand erover te weten en wij gewoon een deal maken. Ja, dat kan toch? Ja. Ja, dat gaat langzaam. We hebben het over micronetwerken en zo. De voorouders en het boek staat dat vermeld. En dat wordt toch heel interessant om daar meer naar te gaan kijken. En ik heb zelf gehoord dat misschien die postcode rood, dat irritante gebeuren, dat dat opgeheven wordt. Weet iemand daar iets van? Nee. We zitten ook overigens bijna in de tijd, maar ik denk, ik kan natuurlijk niet in jullie agendas kijken, maar Sander en Rob, ik denk dat het wel interessant is als jullie een keer contact leggen. Want Sander is ook wel van de stiekeme lijntjes, toch? Of niet? Ja. Antoine, als ik nog een opmerking mag maken vanuit de formele lijntjes. Ja. Los van de stiekeme lijntjes. Jeroen van der Tang, werkzaam voor NL Digital, de branchevereniging voor de ICT-sector. En ook met de hogescholen, onder andere in het MIA-convenant betrokken geweest altijd. En nu ook mee aan het denken met de dienstenconvenant over wat komt er nu na de MIA. En ik merk dat zowel bij industrie, maar zeker ook bij diensten, dat inderdaad inkoop duurzame energie een beetje van de agenda aan het vallen is. Dus ik ben heel blij dat het hier weer zo even de aandacht krijgt. Omdat ik denk dat het wel degelijk een bijdrage heeft, zeker als het invulling krijgt, hè, zoals vandaag besproken is, dan voeg je echt iets toe. Maar de focus ligt ook heel erg op de doelstelling uit het klimaatakkoord. En dat is precies zoals Thijs zegt, dat is dan gesplitst in aardgasvrij één en de andere energieefficiëntie, die is er dan misschien ook nog. Maar hoe je met je inkoop van energie omgaat, is eigenlijk niet aan de orde. Dus wij pleiten er wel voor. We hebben dat binnen MIA ook gedaan. Hè. Dus die cijfers die getoond komen mede uit de pilot van de MIA die wij ook geïnitieerd hebben. Dus ik denk dat die monitoring van belang is. Dus dat is denk ik iets wat ook in de dienstenconvenant dat we dat wel zouden kunnen behouden. Hè. Dat je in ieder geval rapporteert over wat je inkoopt. Dan heb je er misschien geen harde doelstelling op, maar dan krijg je wel een stukje transparantie. Wat in ieder geval anderen ook kan inspireren om over die stappen te zetten om wel degelijk ook zelf te investeren in duurzame energieinkoop. Ja, dus eigenlijk ondersteun je het verhaal van Sander en Thijs. Tussen de tafels valt, ja, om dat ook wel breed gedragen te houden. Ja, ja. Oké, okay, heel mooi. Ik zie dat het ook tijd is, want voor mij hadden we tot 2:45, klopt dat? Dan wil ik nog een aantal, tenzij ik het verkeerd had, maar voor mij, gisteren zat ik er een kwartier naast. Toen zei ik, wil afronden, want toen bleek dat we nog een kwartier hadden, maar voor mij hadden we nu tot 2:45. Dan wil ik eigenlijk nog een paar dingen doen. Eén is een applaus vragen voor Thijs en Sander, voor jullie heldere en mooie bijdrage. Dankjewel. Dat kan overigens ook met deze knopjes, hè, maar die zien jullie rechts onderin. Dan kun je een duimpje of een klaphandje doen. Of, mooi is dat. Het tweede is,
Ik vond het zelf heel leuk en interessant, omdat het ook best een ingewikkelde materie is, die denk ik Thijs en Sander heel helder en mooi voor daglicht hebben gebracht, waarbij je ook een beetje grip krijgt op van oké, alleen een certificaat is eigenlijk niet genoeg, wil je echt het klimaatakkoord gaan realiseren en wil je ook echt naar Parijsdoelen halen, want dan moet je ook gewoon meer nieuwe duurzame energieopwek gaan realiseren en dat kan je als inkoper doen. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat er dus dingen gebeuren die heel erg die richting ingaat. Ook al is in de convenanten zo dat niet altijd dat het vol centraal staat, maar er zijn toch mooie ontwikkelingen op. En als actie die ik op mij wil nemen is, en Frank, als ik zo vrij mag zijn om jou daarin mee te nemen om het samen te doen, is om een overlegje te starten waarbij in ieder geval Thijs, Sander, wellicht ook Rob, maar ook zijn collega Erik van Dijk en nog een aantal andere mensen bij uitnodigen om te kijken hoe kunnen we hier nou ook van wat de Haagse Hogeschool en andere partijen samen doen, hoe kunnen we hierna nog meer van leren en samen stappen verder maken en dan misschien ook weer individueel universiteiten, ROC's enzovoort bij betrekken. Of, ja, heel graag. MBO, en ik moet ook door naar de volgende sessie, maar heel erg bedankt voor deze sessie. Ja, en dan wil ik iedereen nog even heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Superleuk en dank voor het spreken. En je krijgt zo nog een mailtje met feedback. Formulier enzovoort over de groene paper. Dus vul dat graag in en dan is dat voor ons altijd goed om van te leren. En er zijn dus ook nog allerlei andere sessies. Dus mocht je nog leuk vinden om over andere onderwerpen veel te weten, over circulaire economie of energietransitie of voeding of ICT en duurzaamheid, kijk even op de website groenepaper.com. En vrijdag is de uitreiking van de Sustainable en van de scriptieprijs voor studenten en van de lector van het jaarverkiezing. Leuk om daar online bij te zijn. Voor nu, heel veel bedankt. Hartelijk bedankt is het beter Nederlands, geloof ik. En tot snel. En Thijs en Sander nogmaals, veel dank. Oké, tot ziens. En Tessa, bedankt voor het modereren van de chat. Al was er weinig in de chat. Maar dank. En dank voor de uitnodiging, Antoine. Ja, helemaal goed. Oké. Hey, ik ga dan de meeting sluiten, denk ik. Dankjewel.